overgebleven bouwkavels op bedrijventerrein Westerhout-Zuid in Druten worden waarschijnlijk verkocht tegen een lagere grondprijs dan eerder bedacht. In het meest negatieve scenario kost dat de gemeente Druten maximaal 1 miljoen euro. Dat blijkt uit de begroting voor 2020 die wethouder Le Poutre woensdag heeft gepresenteerd. Ook andere gemeenten in ons land verkopen grond op bedrijventerreinen tegen een lagere opbrengst dan waar men eerder van uitging. Druten is verplicht om de risico's voor de begroting op een rijtje te zetten. Westerhout-Zuid vormt het grootste financiële risico, maar ook de budgetten voor de jeugdzorg kunnen honderdduizenden euro's duurder uitvallen.